We zijn hier aan het stadhuis. Is dit nu echt thuiskomen voor jou? Goh, voor gevoel wel, ja. Ik denk, ik ben op mijn 15e vertrokken en het is altijd prettig om terug te komen. Hè. En ik kijk er elk jaar weer naar uit om in Antwerpen te zijn, bij familie, vrienden en zo verder. En verder van het lekkere Bourgondische leven genieten en dat kan het best in Antwerpen. Ja. Een ontspannen Toby Alderweireld komt tot rust na een sterk seizoen met het Engelse Southampton. Net als Alderweireld een van de revelaties in de Premier League. Wordt u daar meer herkend op straat dan hier? Goh, denk ik, nee, in Antwerpen is eigenlijk het meeste. Wat zeggen mensen dan zoal? Oh, wat zeggen die meestal? Ah, dat is je voetballer. Zoiets en de rest, nee, altijd al bepaalde complimenten en zo, als ze me wel kennen. En op een of andere manier is het wel prettig door eigen stad. Is het soms ook nog ongeloofwaardig soms, net, want je hebt hier toch als kleine jongen altijd gelopen en profvoetballer wat worden en nu wordt je herkend, dat is wel soms surrealistisch. Alderweireld kreeg zijn jeugdopleiding bij Germinal Beerschot. Hij blijft de Kielse club van dichtbij volgen. Hij was ook geraakt door het overlijden van Tim Nico. Absoluut, hè? Ik denk dat het overal bekend is geworden. Als er een voetballer sterft aan zoiets, dat is ook afschuwelijk. En, ja, dat is altijd twijfel. Ga je er iets ook aan melden? Ga je iets met dingen? Ik ken die jongen persoonlijk niet, maar je leeft er wel heel erg mee. En ook natuurlijk vroeg aan mijn jongste broer van hoe zit het daar en dit en dat. En, het is heel erg en dat zoiets gebeurt. Dus ja, dat maakt niet uit. Al is het zelfs een normaal mens en geen voetballer. Het blijft erg. Binnen 2 weken sluit Alderweireld het seizoen af bij de Rode Duivels. Daarna gaat hij met vakantie. Waar hij volgend seizoen zal spelen is nog een vraagteken. Want Alderweireld heeft zich in de kijker gespeeld. Zoals ik altijd heb gedaan in mijn carrière, ik zal voor de ploeg waar ik voor ga spelen, zal ik altijd alles geven. En, uiteindelijk hoop ik wel dat het voor 31 augustus wordt beslist en dat ik niet meer op de laatste speeldag of de laatste transferdag moet wachten om te zien waar ik het volgend jaar weer ga wonen. Heel veel succes volgende week en een fijne zomer.